Voilà, dan gaan we aftellen van 5 naar 0 en dan starten we. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go! Heel veel plezier, heel veel succes. Geniet ervan. En dan gaat zo dadelijk ook de dameswedstrijd van start. Fantastisch. Have fun. Geniet ervan. En dan zijn ze vertrokken. Kijk eens aan. Voilà, hier komen ze aan. Nog 5 rondes. 2 rondes nog met de voorrijders. 5 ronden en iedereen volgt gezapig. Voilà. Met ook Hans van den Heuvel van de partij. De sterke loter. Voilà, kijk eens aan. Nog 5 rondes en ook dank aan de voorrijders natuurlijk dat zij dit op zich willen nemen. Met onder andere ook Sam Kouwenberg, die hier zijn thuiswedstrijd rijdt voor Broedschap en Openbaar. Kijk eens aan, het peloton, mooi samen. Van 1999. Voilà dames, ook voor jullie nog 4 ronden. Nog 15 kilometer koers. Hier voor de B-wedstrijd. 3 rondes. Nog 3 rondes te gaan. En het is direct Age de Bière die het tempo bepaalt met Stef de Jong. En dan helemaal achteraan. Ook hun wedstrijd begint vanaf nu voor echt. Met Charlotte Peters op kop. Vlak voor Sarah Michielsen Stevens. En dan heel. Voilà, 2 rondjes nog te gaan. Met het nummer 27, Toon van Liel, helemaal vooraan. De voorlaatste ronde. Met Charlotte op kop, samen met Ruud Vermeijeren. En opnieuw helemaal achteraan. Richting de laatste ronde van 5 kilometer. En die heeft een gaatje hoor. Die heeft een gaatje, maar dat wordt gedicht of niet? Jawel, dat wordt gedicht. Het is met het nummer 4, Milan Leonard. Met Kai Vermeijeren die daarachter gaat. Precies zelfs, ze zijn nog met 6, als ik het van hier al goed kan zien. Jawel. En nog zijn naar de laatste ronde. Laatste ronde, het is Annemieke Genijn. Het is weer beslist worden. En het gaat nu al ontzettend hard, het gaat nu al heel erg hard. De laatste bult erover. En dan is het sprint tot aan de finish. En het is iemand van Maasje de Meer of hier Pieter Kools opnieuw. Is het Pieter Kools? Oeh, is het Pieter Kools of Kenneth Simons? Pieter Kools of Kenneth Simons? Pieter Kools doet opnieuw een ontzettend spannende spurt, net zoals vorig jaar. Met Charlotte Peters. Of is dat Ruud Vermeijeren? Ruud Vermeijeren met de groene fiets. Gaat zij het halen? Het is een ontzettend lange sprint. Is het Ruud Vermeijeren? Nee, dat gaat nu nog voor de overing komen door Sarah. Het is Ruud Vermeijeren, vlak voor Sarah Michielsen Stevens. Na een ontzettend lange sprint. En wie gaat er nog mee op het podium? Ja, natuurlijk Annemieke Genijn, wie anders? Annemieke Genijn, vlak voor Charlotte Peters. En dan hier Tine Vermeijeren met Jo Hermans. Goed gedaan, Joke. En er is al direct een kopgroep vertrokken achter het peloton. Een tiental seconden hebben ze. Met nog 8 rondes te gaan, wordt dat nu zo dadelijk disgekits, denk ik. Jawel, het peloton direct terug helemaal samen. 8 rondjes nog. En het is Michiel Haaskes die daar helemaal vooraan. Maar al het peloton, heel het peloton dus gewoon samen. En nog 7 rondjes te gaan. En dit is opnieuw AG in de Vier. Met Senne Renders helemaal van de top en aan onze oudste deelnemer van de wereldkampioen Bertje Pol. En ook een renner van de Lionpack die daar op kouste voeten ervan doorgaat. En dat gaat hard hoor. Dat is Michiel Breugelmans. Met Michiel Haaskes daarachter. Bertje Pol. En wie is dat hier op kop van de wedstrijd? Het is iemand van de Stoempers. Het is Roel Augustijns. Met Wout Mertens opnieuw. En ook Sebbe Jacobs die nu mee is. En dan Joachim Rijenmakers. Chris Hermans gaat hier solo aankomen. Oh my god. Jawel. Chris Hermans gaat hier solo finishen in het koersje 2024. Chriske Hermans! En Sam Corny, back to
46. Chris Hermans, winnaar. Solo over de finish. Met een aanstormend peloton achter hem. Eerst en vooral wil ik iedereen bedanken die meegedaan heeft. Komen supporteren. Het weer zat reuze mee. Dus als organisatie zijn we gewoon heel blij dat het droog is gebleven. En dat er ook geen ongevallen ondertussen onderweg gebeurd zijn. Op de derde plaats bij de dames voor het vetteam Annemieke Genin. Op de tweede plaats voor het lineback team Sarah Michielse Stevens. Sarah. Richting de aankomst wist voor het VAT-team Ruud Vermeijden te winnen. Proficiat, Ruud. Proficiat, dames. Moeilijk zien we er morgen nog een aantal van terug op onze duathlon. Waarvoor dank alvast. Op de tweede plaats, en vorig jaar was het al een millimeter spurt, dit jaar was het bijna niet anders. Maar op de tweede plaats voor het ploegske 21-71 uit Bloedhout, Pieter Kools. En op de eerste plaats in de spurt met Pieter voor AG De Bière, Kenneth Simons. En ik zie al dat de traditie zal voortgezet worden. Het is niet AG de Cola, het is AG de BR. Proficiat Kenneth, proficiat Pieter en Daan. Mooi podium. Geen accidenten, mannen. En nu gaan we iets. En vorige week al mogen zien dat de plus 40 en zelfs de plus 50 nu moeten onderdoen. Vorige week nog winnaar bij de plus 50 op het neer ben. En vandaag mooi tweede bij de plus 40, Bert Dupont. Dus weer als kampioen plus 50. En winnaar. Zonder discussie voor de Bosdaastumper Chris Hermans. Ook hier weer een mooi podium, mannen. Mooie wedstrijd en ik denk een verdiende winnaar. Er werd hard gespeurd voor de tweede en derde plaats, maar op de tweede plaats voor AG De Bière, Wannes Kolt. Die hoeven niet te winnen. Die hoeven niet te winnen met twee pintjes te drinken. En op de eerste plaats voor het lineback team Sam Cordy. Proficiat Sam. Proficiat mannen en ook jullie misschien op morgen en anders zeker tot volgend jaar. Volgend jaar organiseren wij trouwens het wereldkampioenschap.